Nothing Personal sleept op het internationale filmfestival in Locarno 6 prijzen in de wacht. Vanavond gaat de film ook in ons eigen kikkerlandje in première. En inmiddels is ook de tussenstand van de Film 1 publieksprijs bekend. En Nothing Personal staat bovenaan. Echt waar? Oh, mooi. Oh, is dat zo? Oh, dat is fantastisch. Lotte Verbeek is natuurlijk een hele leuke actrice. Nee, ik ben gewoon nieuwsgierig. Ierland, hè? Altijd mooi, denk ik dan. Hoe is het om na het maken van zo'n film opeens hier dan op de rode loper te staan? Nou ja, dat is eerst even de modder van je laarzen kloppen en dan een mooie jurk uitzoeken en wat make-up opdoen. Where are you going? I'm just going. Why don't you stay and work for me? You can leave anytime you want. That's right. I won't ask you anything and I won't talk about myself. Okay, deal. Today was a beautiful day. That's really very good. Now make it stop. You're just not the type to do it. You don't know me. Mensen reageerden heel goed. Dus op het juiste moment werd gelachen op het juiste moment. En, het werd stil op het juiste moment. Dus, ja, maar het is heel erg spannend. Dus, Nou, de beelden in combinatie met de langzame vergroeiing van die twee mensen. Ik ben heel trots, maar ik ben eigenlijk heel ontroerd. Weet je, als je eigen film ziet en mensen reageren zo eerlijk. Eigenlijk, het is een ongelofelijke ervaring. Dus. Maar vreemd genoeg, eigenlijk het landschap en dan Lotte in het landschap. Dat is een beetje wat ik hele sterke beelden vond. Zo'n iemand die alleen vlucht. Vertel, want ik heb bedacht bij deze film dus dat het moet in the middle of nowhere zich afspelen. En dat is, probeer nou in the middle of nowhere te vinden in Nederland. Dat is altijd somewhere. De film gaat over een jonge vrouw die... Ja, de eenzaamheid opzoekt om vrijheid te vinden.